boodschap vanuit Tiel voor onze medespeler Mo Nouri, voor zijn familie natuurlijk. En, ja, ik denk dat het heel moeilijk is om woorden te vinden om ja, toch een blijk van steun. We willen toch graag onze steun betuigen in deze verschrikkelijke situatie. Het is onbegrijpelijk en ook eigenlijk een beetje ondenkbaar wat er allemaal afspeelt op dit moment. En ja, we willen als team, ik als persoon en ook alle mensen in mijn omgeving steun betuigen aan de familie Nouri, aan Mo, aan Appie, zijn ouders en de rest van de familie. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En ja, heel veel sterkte in ieder geval. Ja, Mo, je weet dat ik je support. Je bent als een broertje voor me. Wat er nu gebeurd is met je broertje is vreselijk natuurlijk voor de hele familie. Afgelopen dagen ben ik ook bij geweest om te supporten. Ik zal ook niet stoppen en ik blijf bidden en hopen voor je broertje dat het goed komt. Het is namelijk ook mijn broertje, zo zie ik het. We zijn door de jaren heen samen opgegroeid. Dus veel sterkte voor de hele familie Nouri en inshallah dat het goed komt, broer. Hey Mo, ja, ik vind het eigenlijk moeilijk om iets, ja, wat moet ik zeggen? Heel veel sterkte wil ik je wensen. Als team gaan we zeker ook alles voor jou geven en ja, we hopen dat het nog goed gaat komen. En we spreken elkaar zeker. Ik hou van je broertje. Ik hoop dat je hieruit ook kracht put. Ik hoop dat je ook snel weer jezelf terugvindt om hier weer te komen trainen en ook te gloreren op het veld. Je hebt geweldige steun van de mensen thuis, je familie, je ouders, je vrienden. En met name alle mensen die in Amsterdam een warm hart jullie toedragen. Dus hierbij jongen, wij hebben je in ons hart gesloten en we hopen dat het helemaal goed gaat komen met je broer. Maar ook met jou. Goed, Gerrie.